Hoi, voor telomeren is het heel belangrijk dat je het verhaal van de leading en de lagging strand nog kent. Dit is namelijk een lagging strand die wordt samengesteld. En je weet nog wel, die begint met een stukje RNA, de primer. En daaraan wordt dus de rest van de lagging strand gekoppeld aan het reactiëntenkant. Dat is een geweldig systeem, behalve aan deze kant. Want als ik hier de RNA primer weghaal, dan is er hier geen drieaccentkant waarin ik het stukje DNA aan kan koppelen, kan verlengen. Die heeft hier niks. Hier zie je de leading strand en hier de lagging strand. De primer gaat eraf. En deze is dus een stukje korter geworden. Op zich niet zo erg. Maar dit gaat nu weer als een matrijs dienen. En dat betekent dat we deze kunnen kopiëren. Doordat dit de leading strand is, is dat geen enkel probleem. Maar die leading strand gaat weer als een matrijs dienen, hier. En dat betekent dat we een primer hier aankoppelen en aan deze kant het DNA. De primer gaat eraf. En weer is het DNA wat korter geworden. En ook deze dient weer als een matrijs. Dus als ik die hier neerleg en ik ga het DNA eraan koppelen, dan zie ik dat het DNA weer korter is geworden. Ongeveer dit stukje ben ik kwijtgeraakt. Gelukkig bestaat zo'n telomeer uit een herhaling van T, T, A, G, G, G. En dat betekent dat het helemaal niet zo erg is als er af en toe een stukje van die telomeren wordt afgeknipt. En pas als de telomeer helemaal op is, kan een cel niet meer delen, want dan gaat coderend DNA verloren. En dat zijn de telomeren.